wel op mijn Instagram hebt kunnen zien of in mijn voorbije vlogs, ben ik een week naar New York geweest. En naar New York gaan kan ook niet zonder daar een beetje te shoppen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En ik heb daar vandaag een shoplook van. Nu, ik heb niet zo super heel veel gekocht. Maar ja, toch wel genoeg om te laten zien. Allee, eigenlijk heb ik nog wel redelijk wat gekocht. Maar genoeg gekletst nu. Doe deze video alvast een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. Het is helemaal gratis. En zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Nu, de grootste zak die je hier ziet staan. Deze. Daar zullen we maar ineens mee beginnen. Nu, ik wil even zeggen, ik heb eigenlijk alles zelf betaald. Behalve één ding. En ja, wat ik niet zelf heb betaald, zal ik wel even zeggen. Deze zak is van Pink, van Victoria's Secret. En ja, dat is natuurlijk iets dat niet heel... Ja, dat is bijna niet zo goed verkrijgbaar hier in België en zo. Dus ik ben daar in New York geweest. En ik heb daar eigenlijk 3 dingen gekocht. Nu, dat is voor subiet. Maar als eerste heb ik deze legging daar gekocht. En dit is meteen het item dat ik gekregen heb van mijn mama en mijn papa. Dit is een... Ja... Ik ga ze niet zo heel goed kunnen laten zien. Het is een zwarte legging. Dit is de voorkant. En aan de zijkant ziet het zo paars. Zo, en dan loopt het door naar beneden. En dan hier langs deze kant staat er nog pink. En de binnenkant, zo die band, is ook ja, in dezelfde kleur paars. En deze heb ik dus van mijn mama en mijn papa gekregen. En ja, daar ben ik super blij mee, want ik wou graag zo een kledingstuk van Victoria's Secret. En omdat ik heel veel dans, leek mij een legging het leukste. Dus deze heb ik als eerste. En dan wil ik ook nog heel graag een geurtje. En ik was eigenlijk aan het twijfelen tussen deze twee. En mama zei ineens, hey Floor, het is 2 voor $15. Dus dan heb ik deze twee meegenomen. En dit is Beach Flower. En deze is Wild and Breezy. En deze ruikt echt super lekker. En ja, die kan ik nu bij de rest van mijn parfum zetten. Of body mist eigenlijk. Normaal gezien kostte ze $10 trouwens. Dus dat is ook mooi meegenomen. Nu, van die legging weet ik de prijs ook niet meer. En ja, dat is ook niet zo heel belangrijk. Ik denk dat ze $60 was of zo. Maar ik weet het niet meer zeker. Nu zag je deze zak al voorbij komen. En die mevrouw zei, ja, als je voor €65 iets koopt, krijg je deze zak er gratis bij. Dus ik heb deze beachjack ook nog gekregen. Dat is eigenlijk echt super tof. En die is heel groot van binnen, heel ruim. Daar kan echt super veel in. En hier weet ik de normale prijs wel van. Het is normaal $85. Dus ik heb het echt mooi meegenomen om het maar gratis te krijgen eigenlijk. Allee, bij wijze van spreken dan. Dat was het dus van Victoria's Secret. Nu, als volgende zullen we doorgaan met de kledingstukken. Het zijn er eigenlijk nog maar 2, nog 2 t-shirten. Namelijk als eerste deze witte t-shirt van het Hard Rock Café in New York. Dan. Zo logisch. Ik heb er ook alleen van Stockholm. En ja, ik vond het gewoon een heel fijne t-shirt. Dus ik heb er ook een van New York gekocht. Het is ook gewoon leuk om te hebben. Deze kan ik bijvoorbeeld ook aandoen om te dansen of zo. Dus ik heb deze. En dan waren we in de Adidas winkel voor mijn broer. En ik zag daar eigenlijk zelf ook een leuke t-shirt. En dan heb ik deze daar meegenomen. Of gekocht eigenlijk. En daar staan zo, ik weet niet of je het goed gaat kunnen zien. Ja, zo een printje op. En als je daarover wrijft, dan kan je dat zo ook voelen. Dus dat was eigenlijk, ja, een leuk t-shirt gewoon om te hebben. Dat was het eigenlijk al qua kledingstukken. Dan zullen we doorgaan met... De Bath & Body Works. Bij de Bath & Body Works heb ik eigenlijk niet zoveel voor mezelf gekocht. Ah ja, cadeautjes. Dat ga ik natuurlijk niet laten zien, want sommige hebben het nog niet gekregen. Maar ik heb zelf ook wel 3 dingen gekocht. Als eerste 2 hand sanitizers. Hand sanitizers of zo? Ja. En dat zijn deze 2 geworden. Neat Fakey en Cucumber. Ja, Cucumber Melon. En ik heb al heel veel van die dingen, dus ja, 2 leek er mij wel gewoon genoeg. En het was altijd $5 voor $6 en ik had er al 8. Dus ja, dan heb ik er, ja, dan was het gewoon makkelijker als ik er voor mezelf ineens ook nog 2 meenam. Dat is natuurlijk niet erg, alleen ik vind dat leuk. Dus daarom heb ik die. En dan heb ik ook nog een kleine body mist of een fragrance mist. En dat is deze. Ja, en dat is Hello Beautiful. En deze ruikt echt super lekker. Ik kan niet goed geuren omschrijven, maar hij ruikt een beetje zoet. Maar toch fris. En dat was het dus ook alweer van de Bath & Body Works. Ja. Dus
Mijn mama was in de Lego winkel en ze had voor mijn broer dit gekocht. En dit is een magneet van het Statue of Liberty of het Vrijheidsbeeld. En dat is, ja, ik vond dat gewoon zo leuk dat ik het ook gewoon zelf heb gekocht. Gewoon om ergens tegen te hangen. En dan is het gewoon altijd zo'n beetje van, oh ja, toen daar en toen was ik er geweest. En het is ook gewoon een leuke herinnering. En ja, het is een beetje stom, maar toch leuk omdat het zo'n... Een aandenken of zoiets. Natuurlijk ben ik ook in de M&M's winkel geweest. En daar heb ik deze appel gekocht. En daar zitten allemaal M&M's in. En daar staat I Love New York op. Maar deze M&M's, je gaat mij waarschijnlijk echt raar vinden. Ik ga die niet opeten. Ik ga die gewoon ergens op mijn kast zetten. Dat is gewoon mooi als ja, decoratie eigenlijk. Dus ik ga die niet opeten. Hoe raar je het misschien ook vindt, ik dacht eerst ook, oké, ik ga die opeten. Maar toen zei mijn mama, het is ook leuk om die ergens te zetten. Dus dat ga ik dus ook doen. Maar ik heb nog wel andere M&M's om op te eten. En als eerste heb ik dit zakje. En het is natuurlijk bijna Pasen. Alleen morgen is het Pasen als ik dit film. En ik heb deze M&M eggs met peanut butter in. Dus met pindakaas. En ik ben heel benieuwd hoe dat deze smaken. Dan heb ik ook M&M's met pretzel in. En ja, dat kan gewoon niet lekker zijn. Maar toch wil ik het heel graag proberen. En ik heb nog Skittles gekocht. De groene. En die had ik echt nog nooit gezien. Ligt dat nu aan mij? Of hebben ze die hier ook echt niet? En dat is met Orchard of zoiets. Maar in ieder geval zit er limoen, peach, rode appel, orange en... cherry in. Dus ja, ik weet ook niet, het zag er mij gewoon leuk uit om deze mee te nemen. Dat was het dus ook eigenlijk qua eten. Dan heb ik nog, ah ja, we waren ergens in een winkel, Fish Eddy, en we waren daar een cadeau aan het zoeken voor vrienden van mama en papa. En ik zag daar deze hele leuke tas. En ja, dat is, ik drink wel eens graag thee of zo. En daar vond ik deze mooie tas met het vrijheidsbeeld op. Ik vond het echt mooie kleuren en zo. En ik vond het, ja, gewoon een mooi gemaakte tas. Dus daarom heb ik deze ook meegenomen. En het is ook gewoon heel leuk om, als je daar dan drinkt, dan kan je daaraan terugdenken hoe het in New York was en zo. Dus daarom heb ik deze. We waren in de I Love New York. We waren in de I Love New York winkel. Dat is zo, ja, een gift shop eigenlijk. Dat bijna in elke straat te vinden is. En we waren daar gewoon een beetje aan het rondkijken. En ik zag daar dit beeldje. Nu, dit heb je misschien ook al op mijn Snapchat kunnen zien. En het is zo'n beeldje waar je dus kan doorkijken. En dan zie je eigenlijk, ik hoop dat je het een beetje kan zien. Wacht even. Ja, en dan zie je eigenlijk de skyline van New York. En hier staat dan ook New York op. En het is gewoon heel leuk om op mijn kast te zetten. Ook gewoon als een herinnering. En ja, dit was gewoon iets kleins, maar toch iets leuk om mee te nemen. En dan heb ik nu nog 5 make-up producten eigenlijk. Als eerste deze babylips. En deze babylips heb ik gekocht in de CVS. Dat is eigenlijk een heel rare babylips. Die had ik eigenlijk nog nooit gezien. Dit is een babylips die zich aanpast aan de pH van je lippen. Dus dat is eigenlijk een... ja, die verandert van kleur op... Allee, ja, moet ik dat uitleggen? Die verandert van kleur naarmate de pH van je lippen. Dus ja, wat is eigenlijk pH? Bij iedereen heeft dat dus een andere kleur. En dit is de kleur My Pink. Hij ziet er gewoon roze uit. Maar ik heb hem al gebruikt. Ik kon echt niet meer wachten. Kijk, zo ziet hij er dus uit. En ik heb hem nu op. En op camera komt hij iets rozer over. Maar hij is echt, ja, anders. Het is een andere kleur dan het staafje, zeg maar zelf. En met mijn mama is hij ook anders. Dus het is eigenlijk echt wel grappig. Maar ik heb dus deze. En dan heb ik van Ice Lips Face, van Elf, deze Mattifying Powder in de kleur Translucent. Dat was de enige kleur dat ze daar hadden. Maar mijn poeder bijna is zelf bijna op. En het was gewoon leuk om iets van Ice Lips Face mee te nemen. Omdat ze daar hier in België toch bijna niet verkopen, denk ik. Dit is, ja, het doosje. En... dan zit er hier een poeder, dus er zit een tassiekje over. En dit is een sponge. Die kan ik binnenkort, als mijn andere poeder op is, ook gaan gebruiken. En dan heb ik als laatste 3 dingen eigenlijk, namelijk 3 EOS lip balms. Ik ben en blijf er echt, ja, van onder de indruk. Allee, onder de indruk is raar gezegd, maar ik
blijf ze echt nog altijd heel goed en leuk vinden. Dus ik heb er 3 die ik nog niet had. Deze 3. En ik zal ze even voor je laten zien. Ik heb als eerste deze gele. En ik heb al wel een gele, Lemon Drop. Maar die is eigenlijk echt op. Maar dit is Lemon Twist. En hier van boven staan zo streepjes. En hier van onder zit gewoon effe. En dit is ook een met SPF 15. Dus het beschermt je ook tegen de zon. Dan heb ik er nog een met SPF, maar dan met SPF 30. En dat is namelijk deze. En het is Fresh Grapefruit. Dus fris, ja, grapefruit. Ik weet even niet wat het in Nederlands is. En deze heeft eigenlijk net hetzelfde printje, maar dan het roos van boven streepjes en van onder effen. En ik ben echt heel benieuwd hoe dat deze ruikt. En dan heb ik als laatste deze en dit is Honey Apple. En deze heeft enkel streepjes. Deze lijkt echt heel hard op Blackberry Nectar qua kleur, maar het is toch net iets anders. En ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat deze ruikt. Nu, dat was mijn shoplog. Heel mijn bed ligt nu eigenlijk vol met een beetje rommel. Ik hoop dat jullie het een leuke shoplog vonden en ik hoop ook dat jullie het leuke vlogs vonden. Als je deze video nu leuk vond, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden, zodat je zeker op de hoogte blijft van mijn nieuwste video's. Ik zie jullie heel graag binnenkort. Doei!